Ik ben altijd al onderweg geweest. Al sinds ik klein was. Thuis in Afghanistan. Voor zo'n leven betaal je een prijs. Geloof me, ik kan het weten. Maar ik weet dat ik goed op weg ben. Ik wilde meer dan wat ik thuis kon krijgen. Dus ik nam het risico en vertrok om kansen te creëren. Alles is hier anders. Het licht, de geluiden, de geuren. Dit is nu mijn thuis. Hier bouw ik aan mijn toekomst. In Afghanistan waren we dol op voetbal. En ik ben er nog steeds gek op. Samen vechten voor het resultaat. En dan dat heerlijke gevoel als je wint. En techniek is mijn andere passie. Maar niet zomaar techniek. Ik bedoel de allernieuwste innovaties en ontwikkelingen. En hier kan dat. Een dynamische omgeving is belangrijk voor me. Ik leer van onze technologie, van de opleidingen en van mijn team. We zijn allemaal anders, maar wel als gelijken. Hier word je beoordeeld naar wat je doet. Niet naar wie je bent of waar je vandaan komt. Om een goede bedrijfsautotechnicus te worden, dan moet je analytisch en praktisch zijn. En voor mij wordt het pas echt een uitdaging als iemand zegt dat iets onmogelijk is. Als je er echt alles uit wil halen, moet je producten met respect behandelen. En dat doe ik. Deze trucks blijven zich ontwikkelen. Net als ik. Ik heb het gevoel dat ik op een dag zelf een bedrijf als dit kan gaan runnen. Ik zou alles wat belangrijk voor me is nooit op één en dezelfde plek kunnen krijgen. Maar ik kan er wel voor zorgen dat ik krijg wat echt belangrijk is. Want zo blijf je vooruit gaan.